Nou, jongens, surprise aflevering. Surprise? Ja. Jeroen, surprise. En Engine en Richard. We hebben zo meteen waarschijnlijk een hele stiekeme gast zo dadelijk. Als we die toelaten tenminste. Maar we hebben dus nog een extra bonus aflevering, mag ik het zo noemen? Ja. Want wij gaan even terugblikken op de afgelopen 13 afleveringen. Ja, nou, 12? 13. Ja, wat de kijkers en luisteraars waarschijnlijk niet weten is dat de vorige aflevering met Stefan Dingemans, dat het de laatste aflevering van het seizoen zou zijn, dat we met vakantie gaan, want dat hadden we in die aflevering niet verteld. Dat is waar. Waar gaan we op vakantie? Hey jongens, waar gaan jullie naartoe? Oh, toen bleef het stil. Ik ga naar Frankrijk, Brittannië. Nee, dat ga ik doen. Oh ja, ik ga naar Luxemburg, dat was het. Ik ga naar Frankrijk. Nice. Ik zit erover nadenken om last minute naar Spanje te gaan. En dan naar de eilanden. Ja, welke? De Canarische eilanden. De Canarische eilanden. Ik denk, ja. En dan gok ik ook al de Tenerife voor een paar dagen. Lekker. 8 dagen denk ik. Even heerlijk tussenuit. Reviewen de afgelopen tijd. Ja. Onder het genot van een hashtag membier. En natuurlijk via dat we een podcast hebben. Dan kan je ze allemaal op je gemak aan het zwembad met oordopjes op. Ja. Dan kan je gewoon elke aflevering luisteren. Want we zitten ja, maar op... eventjes ja. Terugkomen op de recap. Op de recap ja. Die we nu doen. We hebben natuurlijk wel 13 afleveringen gemaakt in 26 weken. Dus we zijn eind februari begonnen of zo, half februari. Volgens mij was het 4 februari de eerste aflevering. Ga ik nu gelijk even opzoeken. Dus half februari was de, zeg maar de eerste aflevering. Ik kan me nog herinneren dat ik nog geen eigen kamertje had. Ik zat in de woonkamer nog... mijn eerste aflevering te doen. 29 januari. Ja, moet je kijken. Dus jongens, over een... Koekenbakker. Oh, Femke Koekenbakker. Oké. Okay. Ja. Hoi Femke. Hallo? Zet even je camera aan, Femke. Nee. Okay. Ja, wat is dat nou weer? Dat is genoeg. Dat is genoeg, ja. Mijn kamer is een rotzooi, papa. Dus, nu word ik de geheim van Jeroen op tafel gegooid. Ja, ik zal het even muten. Mute. Okay. Nee, maar... maar 13 afleveringen, waarvan denk ik dat er 7 of 8 gastsprekers hebben gehad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jongens, wat voor de eerste... En 8, hè? We hebben natuurlijk de laatste ook al opgenomen. Hè? Nee, dat heb ik ook, die heb ik ook geteld. Dus oh, die heb ik ook. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ja. Maar één iedere speciaal. Ja, ook zeker. Gast was weer een speciale moment in onze eerste seizoen, eigenlijk. Ja. Ja. Wat ik eerlijk gezegd, als je zo gaat recappen, niet had verwacht dat het zo'n succes zou worden. En dat we in de eerste paar maanden al meteen, de laatste keer dat ik zag, 130 abonnees hadden. Verschillende kijkers die we ook bij evenementen ook al naar ons toe kwamen van, hey, jullie zijn van de Workplace Dudes. Leen het onder andere. Nog tal van andere... verschillende kijkers die ons nog achteraf gewoon een berichtje sturen, dus super. Ja, ja, super. Ja, ik had eigenlijk niet verwacht dat er zoveel aanneming voor was. Nee. En we hadden ook nog laatst onze vierde bijeenkomst, waar we voor de eerste keer ook andere mensen uitgenodigd hebben in plaats van ons drieën. En dat was ook een succes. Ik had niet verwacht dat het opeens, hoeveel kwamen er? We waren met z'n achten. Ja. Dat was ook echt spectaculair. Mocht u het gemist hebben, volgens mij hebben wij nog op onze Twitter of op onze LinkedIn hebben we nog wat foto's staan. Ja.
ga er even naar kijken. Maar ja. Wanneer komen we weer terug? Misschien moeten we dat ook even zeggen. Wanneer is onze eer? Volgens mij is het 9 september, dacht ik. Onze eerste video-opname. Ja, nee, klopt. De eerste opname is 25 augustus. Dus dan is het 26, 27, 28 zou die dan op maandag online moeten komen. Ja. Jongens, dan ben ik met vakantie. Ja, maar dan. Of dat wordt een live coverage vanuit een van de Canarische eilanden. Je kunt toch met je telefoon gewoon meedoen? Gewoon met je telefoon mee laten zien. Bij deze, als ik dan al in het vliegtuig zit, of daar ben aangekomen, of ik ben nog hier in Rotterdam, dat maakt niet uit. Dan gaat er waarschijnlijk dan een live coverage komen, mocht ik in de Canarische eilanden zijn. Leuk. Ja. Nice. En we hebben nu ook al een paar gastsprekers geboekt voor de volgende seizoen. Ja, tenminste, die staan in de wachtrij. Die moeten we. Staan er sowieso twee al op de planning. En ik, volgens mij hebben we nog een paar aanmeldingen, dus die moet ik nog even gaan plannen. Ja, en dus seizoen 2 belooft eigenlijk al een sterke start. Ja, nee, zeker. Zeker. We hebben ook nog experts live waar we naartoe gaan. Ja. Engin en ik waarschijnlijk nog eventueel binnenkort, toch Engin, naar de, ben even de naam kwijt van het evenement, maar ook wel de Collab Street Days, toch? Collab Days was het? Ja, de Collab Days, maar die zijn in Nederland en in België. Zeker? Sorry? In september zijn ze in Vianen in Nederland en in oktober zijn ze dan in België. Ja, het is nog niet zeker of ik daar inderdaad wel naartoe ga jagen, nee. Ik weet wel dat in België Femke is. Zij gaat het waarschijnlijk over hebben over Power Platform. Iets waar ik nu de laatste tijd heel erg geïnteresseerd in ben geraakt. Volgens mij ook in Nederland, net trouwens. Nee, volgens Nederland weet ik niet zeker. Ja, Vianen zijn ze dus ook. Oké, okay. Ja, okay. Dat zag ik van de week op LinkedIn. Dus in ieder geval, ik denk dat ik, als er animo is, ik denk dat Engin, moet even samen kijken. Ja. Jeroen, die kon volgens mij niet. Of die van België? Nee, ik kan dat weekend niet vanwege trainingen geven, et cetera. Ja, ja, ja. Dus ik ga in ieder geval niet naar België. Waarschijnlijk ga ik misschien wel naar Nederland. Ja, misschien dat we de Nederlandse kunnen doen, eventueel. Nou, misschien kunnen we gewoon allebei doen. Richard, jij en ik dan alleen naar België en dan met z'n drieën naar die van Nederland. Ja, moeten we even kijken, maar nice. Dus. Femke, even bezig. Femke, kom je ook mee? Ik hoor een vogel. Ja, zeg ja. Als jullie terugkijken. Wat zei je? Wat zei je, Femke? Hallo? Waarheen? 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 Waarheen lijkt de weg. Nee, maar. Dus we hebben vandaag ook een gastspreker. Dat is Femke Burgerhout. Bekend als apenstaartje Mini Burgerhout. Ik ben gewoon Mini Burgerhout. Hey Femke, wat vind je van de Nederlandse vrouwenelftal? Doen ze het goed, denk je? Valt mee. Valt mee. Als ik als beter, was, zou ik, was veel beter. Oké. Okay. Mijn kennis over voetbal is 0,0, dus jij wint daarvan nogal. Nou, ik heb wel een goede vraag voor Femke. Femke, wat vond je van de laatste wedstrijd tegen Portugal? Goed. Kijk uit wat je zegt. Kijk uit wat je zegt. Ja, Portugal is sowieso geen goed voetbalteam, toch, Femke? Nee, dat is waar, maar het was wel goed gespeeld. Oké, guys. Femke, je moet even weten je moet even weten dat Richard Portugees is. Hè? Slecht. Oké. Dus we hebben een Nederlander, we hebben andere kant. Turkije. Een Turkije, een Turk dus eigenlijk, en een Portugees. Turk. En wij zijn Nederland. Ik ben, We zijn allemaal Nederland. Maar dan ben ik Spanje. Officieel ben ik ook Nederlander. Ben jij Spanje? Oh, oké. Ik heb een Nederlands paspoort. Ik ben officieel ook een Nederlander. Ik ook. Maar wanneer Nederland Turkije speelt, ben ik Turks. Niet ieder. Als ik Portugal heb, dan is Portugal... Maar even een vraag, jongens. Als jullie kijken naar de laatste 13 afleveringen. Wat denken jullie dat het thema was van seizoen 1?
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik eigenlijk alle sessies speciaal vond, zoals ik net zei. Maar ik denk dat bijvoorbeeld die van Femke, van Stefan, eigenlijk van allemaal was speciaal waren. Maar die van Femke, die over de vrouw in de tak van de IT, dat vond ik echt eentje wat me heel erg aansprak. Ja. Tuurlijk, eigenlijk alle sessies wel. Van Stefan, de laatste ook. Van Peter. Maar vooral van alle MVP's eigenlijk, dat ze de weg hebben uitgelegd aan ons. De ambitie die ze hebben. Ja, waar een wil is in zijn weg. Wat ook onze Workplace Dudes ook al een beetje uitstraalt. Ik denk dat dat ook onze shows ook een beetje de kenmerken heeft gegeven. Dat never stop learning. En ook voornamelijk hoe leuk de shows zijn. Ja, ook gewoon informatief. Super. Ja, zeker. Zeker. Dus ja, en Jeroen, Engin, wat vonden jullie van de afgelopen tijd shows? Persoonlijk. Wat was jullie favoriete show? Of hebben jullie een top 3 of allemaal? Ik vond die van Bert Wolters vond ik leuk. Wou ik net zeggen. Ja. Van Femke vond ik ook wel aardig. Ik vond ze allemaal wel leuk. Ik zat laatst nog even de eerste aflevering even van begin, toen ik bezig was met het inrichten van die Spotify. Dan zie je het video niet, dan hoor je het. En ik weet nog dat we bij het begin, iedereen moest even stil zijn voor die intro videootje. Dus we waren echt allemaal stil. Maar je hoorde van die bewegingen. Ik moest even kapot lachen. Moest ik even weer terugdenken van, oh ja, even stil. Ja, niet dat we even kunnen knippen of toevoegen. Nee hoor. Het is soms een beetje eng om je eigen zelf weer te zien, zeg maar. Inderdaad. Ja. Inderdaad. Nee. De eerste aflevering. Ja, ik weet niet, mijn top 3. Jeff hebben op zich wel een leuk gesprek gehad, eigenlijk. Bert was ook leuk. Ja. Met Peter was zeker gezellig. Ook met Peter. Ja. Met Femke was het ook gezellig. Ja. Ik denk dat eigenlijk allemaal wel prima was, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat wou ik al zeggen. Ik denk, alle shows hebben iets speciaals met zich meegebracht. Waar ik eigenlijk deze moment gebruik van wil maken om alle gasten van de afgelopen sessies nogmaals dank. Zonder jullie. Ook namens mij. Iedereen, denk ik hier. Dat jullie ook namens jullie dat onze show ook de naamsbekendheid heeft onder andere gekregen. En de volgende seizoen dat we er nog beter van gaan maken, hopelijk. Ja, we gaan knallen. We hebben zoveel leuke ideeën wat we nog nu niet even kunnen vertellen. Maar we hebben echt heel veel leuke ideeën. We hebben heel leuke ideeën en dat gaan we ook echt wel uitwerken. Zeker. Zeker. We kunnen niet zeggen wanneer. Of ja. Wat ja. Wanneer het is. Maar het heeft te maken met Elon Musk en Bill Gates en vliegende wezens. Overnames. Okay. Nee, dus we hebben wel wat leuke ideeën. En ik hoop dat iedereen dan God, ik kom niet bij de woorden. Ik wil wat zeggen, maar nu ik zeg het ook in mijn hoofd. Dat iedereen geld doneert aan Workplace Dudes. Precies. We zoeken sponsors. Nee, ik hoop dat iedereen gewoon de aandacht die ze hebben gegeven aan ons, de tijd die ze ingestoken hebben, onze gastsprekers, onze luisteraars, onze kijkers, dat het volgende seizoen weer verder gaat. Want het gaat weer leuk worden. Toch, Femke? Ja. Ja, inderdaad. Ik denk dat we het hierbij moeten gaan laten. Ja. Even een korte aflevering. Gewoon even dag zeggen. Dag, vriendjes. Zullen we nog iets van een afscheidsfeestje maken of zo? Het is bijna weekend, joh. Het is ik heb vakantie. Het is een summer vibes. Dan gaan jullie heen op vakantie. Oh ja, Richard gaat naar de Canarische Eilanden. Ja. Luxemburg. Oh, jij ging naar Luxemburg. Ik ga naar Bretagne.
Ja, even lekker jongens, een beetje alvast ook even inkomen. Nou, als ik jullie niet meer spreek, aan de kijkers, alvast een fijne vakantie. Tot de volgende seizoen. En het gaat zeker wat vuurwerk opkomen. 28 augustus, volgens mij aan mijn hoofd, staat een nieuwe aflevering online. Seizoen 1, seizoen 2, episode 1. 29 augustus. Beloof wat jongens, beloof wat. 9, dit gaat 9, vuurwerk 9. Worden, geloof me. Ja, oké, 26e vrijdag. Ja, sorry, 26 vrijdag. Ja. Top. Okay, heren, dank jullie wel. Ik spreek waarschijnlijk weer op WhatsApp of wat dan ook. En voor de live en kijkeraars, vergeet niet te abonneren. Vergeet niet de comment te laten. Vergeet niet te liken. Zeker. Volg ons op Spotify. Volg ons op Twitter. Volg ons op alles. Volg ons via stalkons. Doe alles wat jullie kunnen. Oké. Okay. Ciao. Nou heren, ciao. Fijn weekend alvast. Adios, amigos.